Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Colin, ik ben RaadGamer. En vandaag ben ik weer met een nieuwe video. I am back. En dat gaan we doen met dit team. Want ik vroeg me deze week af, ben ik beter dan Marcel Keizer? Want Ajax heeft natuurlijk gewoon verloren tegen Heracles met 2-1. Echt een belachelijke wedstrijd. Wel een goede 0-1 van Ziyech trouwens, maar daar heeft Ajax niet heel veel aan gehad. Dus Ajax heeft natuurlijk op de opstelling 4-3-3-3. Ja, 4-3-3. En ik dacht, het kan ook gewoon met 4-4-2. En dan doe ik met dit team. Met natuurlijk Edelberg en Huntelaar. Want ik denk ook als die twee in de spits staan, die zullen echt een geweldig team vormen. Die zullen een geweldig team vormen. En natuurlijk Sanchez, die denk ik wel weg zal gaan bij Ajax. En we hebben hier natuurlijk nog Frenkie de Jong. En ja, met dit team gaan we dus in een wedstrijd spelen. En dit is het team van dit hier stand. En dit gaat moeilijk worden. En we gaan beginnen met de wedstrijd. Oh mijn god. Kasper. Boom. Oh. De eerste kans meteen bijna een goal. Van Kasper Nulwerder. En je hoort het misschien wel aan mijn stem. Ik ben ziek geweest en verkouden. Dus het schiet niet op. Veldman, prima gedaan. Maar als ik Marcel Keizer was, had ik misschien toch wel Ziyech als aanvoerder gekozen. Ja, Dolberg. Ja, Dolberg. Ziyech. Boom. Oh, goed gedaan, Ziyech. Nee, daar gaat de moon Bellarabi. Nope, opflikken, echt goed zo. André Onana. André Onana. Hier is Donny. Kluivert, voorzitter. Ja, Kluivert, de snelle man. Boom, Kluivert. Oh, mijn god. Ja, de baas, Mitchell Dijks, die deed het toch wel prima. Ja, Kluivert, boom, hangen, goed zo. Ja, goed zo, Donny. Naar Younes. Wat is dit nou weer, Jezus. Alweer. Nee, ja, 1-1, ja, klote. Goed zo, Kluivert, hij sprint er gewoon doorheen. Boom. Oh, ja, Huntelaar, Dolberg. Oh, kom op, Kasper. Ja, Ziyech. Oh, jongen, duin. Mannen, ja, Kluivert dan nu. Boom. Oh mijn god. Wat doe je dan? Jongen. Thanks. Zo'n actie zou niet in ieder geval niet in de tijd doen, denk ik. Ja, Huntelaar. Zwerf er even doorheen. Boom. Hangen. Oh, je mag. Ja, Kluivert. Dan, Kluivert. Oh mijn god. Dat scheelt niet zo heel veel. Oh, na, what's my name?
Gewoon op de brommer. Klaaf het op de brommer. Mimi. Ja, Donnie. Kap voorgeven. Dat lukt niet. Nee. Hoe? God. Donnie van de Beek. Ja, la, 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 la. Ja, Klaas-Jan Huntelaar. Ja, oh mijn god, Klaas-Jan. Zullen we het weer proberen? We gaan het gewoon weer proberen. Oh, oh mijn god. Ze vliegen eigenlijk nog wel eens in. Ja, Kluivert. Oh. Ja, want die hoekschoppen die vliegen soms nog wel in. Zoals deze. Dus ja. Want het grapje is. Natuurlijk is de vrouwen-WK net afgelopen. En ik dacht. Fuck it, ik ga gewoon eens met een vrouwenteam spelen. En toen kwam die hoekschop. Uit. Dus, ja. Oké. Ja, zie je openbreken, Younes. Oh, goed gedaan. Huntelaar. Ja, Dolberg. Ja, Dolberg. Ja, dan is hij eruit aan een magnet 2. Oh mijn god. Onana, wat met één. André. Ja, Dolberg. Huntelaar. Huntelaar. Hij rijdt er gewoon erin. Ja, nu gaan we gewoon scoren. Daar is Kasper en... Die is op dit gebied toch 100%. Ja, hij scoort. 2-1. Ik hoor zeggen, bij hem zijn dit zo trouwens toch echt 100% goal. En dat. Ja, ik heb gewoon gelijk. Goal. 2-1. Gaat het dan nog spannend worden? Dat deze vrije trap. Dat was bijna. Ja, en dan maakt hij hier de 2-2. Hij heeft een vrij trap. Hij schiet hem op de paal. Komt hij ergens bij hem zijn speler. Geeft hij voor. 2-2, ja. Ja, Klaas Jen. Klaas Jen. Oh, mijn god. Kluivert dan. Ja, nu Kluivert. Nu Kluivert. Ja, Kluivert. 3-2. Huntelaar. Prima gedaan. Dolberg. Gaan we hem maken? Jazeker, gaan we hem maken. Huntelaar. Hij mist hem. Maar hij gaat toch niet meer de 3-3 scoren. Dus wat maakt het uit? Niks. Meneer is naar binnen. Nee. En het is afgelopen. 3-2 gewonnen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Hebben jullie al geliked? Zo niet, doe dat dan even. En abonneer ook even. En dan zie ik jullie later.